Een hele goede dag mensen en leuk dat jullie kijken naar deze allereerste aflevering van F1 2019. We beginnen eigenlijk vandaag met een nieuwe carrière. We gaan dus eerst in de Formule 2 rijden en daarna gaan we naar de Formule 1. Maar eerst moeten we een karakter kiezen en doen we gewoon die we altijd al hadden. Pakken gewoon, kijken welke opties we hebben. Doe die dan gewoon en de nationaliteit is gewoon Nederlands. Want ik ben Nederlands. Ja, mijn voornaam. Die verschijnt dus nu in beeld. En mijn achternaam nog even invullen. En dan nog de drie letters die op het pitbord verschenen. Ik doe JSC, want SCH dat is in verband met Schumacher. Audio nemen. Kunnen we even kijken welke we pakken. Dus heb je geen schaaf helaas, dus dat is jammer. De Vries. Nick De Vries. Grappige prof die dat zegt. The engineer. Zo wordt Arrow verder genoemd. Je engineer. Iceman. Houdon. Ik zit even te dollen met de spraak. King. Vind ik gewoon leuk. Maar ze hebben hier geen schaven, dat vind ik wel jammer. Mitchell. Vind ik echt jammer dat ze hier geen schaven hebben. Misschien moeten ze dat in de Nielsen. Volgende keer wel doen, want ze hebben hier gewoon De Vries, Nielsen. Vandenberg hebben ze ook. The professor. The scientist. Professor, de professor is wel leuk. Vandenberg. Vandenberg, ja, dat is wel grappig hoe die dat zegt. Van den Berg. Maar de professor is wel leuk. Die kunnen we gewoon pakken. Pakken die dan toch? De professor. Nou, choose driver number. Natuurlijk 81 natuurlijk. Yes, we gaan gewoon door. Confirm profile, ja. Dan gaan we gelijk beginnen met een nieuwe carrière. En hier krijgen we dus Formule 2 intro te zien. In F1 2019, you'll be invited to start your career by selecting a Formula 2 team. Driving for this team, you'll experience some key moments of a Formula 2 season. A thrill-packed racing championship in its own right, and the springboard to Formula 1. At the end of this feeder series, your choice of driver academy and your performance in F2 will determine the terms of the contracts offered by the teams as you embark upon your career in Formula 1 and begin to write your own chapter of motorsport history. Okay, dus we moeten dus eerst gewoon in Formule 2 een paar races doen en dan in Formule 1 kunnen we dan doorstromen. Maar eerst moeten we een driver academy kiezen. Ook eerst een team, kijken welke team het beste bij mij past. Ik had al op Facebook, op Instagram had ik al bekendgemaakt voor welk junior academy driver ik dus ga rijden. Maar het team had ik nog niet bekendgemaakt. Vrij natuurlijk. Maar eerst ook even kijken welke academies er allemaal zijn. Een Ferrari Academy dus. En dit is gewoon de instellingen voor de Formule 2 carrière. Alleen dat kun je niet echt aan doen, want hier is het gewoon. Je krijgt maar een paar honderd tijd om zoiets te voltooien. Dus hier heb je niet echt iets aan. Devin Butler en Lucas Weber. Of Weber, ik weet niet hoe dit. Weber. Ik noem hem Weber. Of noem hem gewoon Weber, want Weber is te veel. Lijkt op Mark Weber. En de eerste scenario. New driver really commanding the race here. Devin Butler still ruthlessly giving chase. These two have been really scrapping it out for the early win. Looks like an issue with the turbo. You've lost some speed at the top end, but you're very close to the finish. You can still compete and get some points here. Don't give up. Just do the best you can. We're all behind you.
Nou, we hebben dus een probleem met de turbo. En Weber is dus achter ons, of Weber. Nou, Lucas wil mij dus voorbij. Gaan we dus ook gaan regelen. Oké, nou dan weten we dat. Ja, 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 dat weet ik ook wel. Oké, maar dan moet je dat wel dan. Dan gewoon naar me toe rijden dan. Voorbij laten, doen we ook. Nou, haal dan in, jongen. Kom op. Hij haalt gewoon niet in. Jongen, je hebt meer snelheid. Neem die snelheid dan ook mee. Ik ga gewoon hier speciaal voor u op het gas. Alsjeblieft. Eindelijk. Oké, laten we zien wat hij dan gaat doen. Oké, is goed. Je moet gewoon de auto gewoon naar huis rijden. We hebben druk van Makelov, die een aanval waagt. We blokkeren de binnenkant. Dat lukt niet, Makelov is er voorbij. Nou, wij remmen hier diep. En Makelov kan er niet langs. De Vries, ons landgenoot, die P8 rijdt hij dus. Je hebt 8 seconden naar Weber. En ja, de prijs zit er dus op, grote prijs zit er dus op. We hebben een achievement ontgrendeld, experience FQ. En we kunnen gewoon door naar het volgende scenario. Complete clean race, dankjewel. Wat een excellent win voor het Dams team. Davide, what do you think made the difference here? I think what won them the race was their ability to adapt. At every point, they delivered what was needed. They were calm and steady when they needed to be, but they were ruthless and aggressive when it was demanded of them. There wasn't anything out there that they weren't prepared to have. Let's Maximilian Gunther, nooit van gehoord. And I can see our drivers making their way out. The podium. It's been a sublime team performance, and it's the culmination of our lot. Devin Butler, Alexander Albon. Are your winners today? Toen nog in Formule 2, en ja, en die Duitser, ik weet de naam nu, Weber, Lucas Weber. And now, let's take a look at the driver's standings. It's a good result for Devin Butler, who moves further ahead at the top of the table. And so, driver of the day then, Davide Valsecchi, who do you think you'd go for? Well, after a drive like that, it's got to be Alessio Lorandi. Very clean, very smooth. He can be really pleased with that one. And here's how things are shaping up in the Teams Championship. Dams move to the top of the table. After all this drama, you'd be mad not to join us for the next race. We hope to see you there. Take care. Okay. Meet the press. Met Claire dus. Nou, wat leuk. There you are. That was an exciting race. Zeker weten, Emma. Zeker weten. You definitely got people talking about you, which means I was able to secure a quick interview. Okay, we're all set over here. Just a minute. Oef, kun ik weten. Remember, anything you say to the press can go very, very public. So, be relaxed. But also be conscious of what you're saying and how it might come across to other people, okay?
I think we're ready. Great. So Emma keeps telling me you're the one to watch this season. If that's true, you'll be doing plenty of these. Just remember, be yourself. And the more you can give me, the better this will be. Thank you very much. Right, stand here. Let's go. Turn a little this way for me. Perfect. Okay. Ready? An exciting race today. Let's get your perspective. So you and Lucas are new to the team. How are you settling in? Het gaat wel lekker. Okay, so how did you feel about being ordered to give up the position to Lucas? Nou, het was gewoon goed. Het was gewoon, we zijn een team. We moeten dit gewoon ook zo doen. Great. Well, that's everything. Okay, is goed. Look, I know that wasn't easy letting me pass, but it was the right choice. It was good driving. Yeah, that's how I'd describe it, mate. Just good, not great. One in six makes the leap to F1. The other five are still watching their less talented teammates collect all their points. Shame, really. A lot of great drivers never get their chance because they do it all for the team. Those teams got us here. Yeah, but it's the drivers that take the risk. We should get the rewards. You ever won a race in F1? That's how winners think. And remind me, how many F1 races have you won? Damn, get wrecked. Watch this face. At the end of this championship, I'll be the one lifting the trophy, and I won't use my teammates to nick the podium. Okay, I'm out. You believe what you want, Devon, but it's still early days. Okay. He's either very clever, or you're just a pushover. You really think if the situation was reversed, he'd do the same for you? You want to start looking out for yourself. No one else will. Okay, doei. Doe naar het volgende evenement. Oostenrijk. Look at them go! Devon Butler locked in wheel-to-wheel racing with his championship rival, desperate to shut them down and stop them getting past. And there's contact! Butler simply left them nowhere to go. There was just no way for them to have avoided that. And look, there's significant damage. Not sure if that was down to recklessness or sheer aggression, but I'm sure the stewards are going to have something to say very shortly. Don't give up. You're still in this race. Nou, oké. Dat was dus de voorbeschouwing. Devon Butler heeft onze voorbeugel beschadigd. Wij hebben dit echt stop moeten maken. We hebben wel de snelste raceronde in handen. Ik ben benieuwd wat Devon Butler krijgt voor straf. Okay, the stewards have awarded Devon a penalty. Push on, you can still catch him. You can still beat him. Een penalty, oké. Okay. Wij moeten nu gewoon keihard pushen. Doordat we hem weer bij in kunnen halen.
hopelijk dat dat gebeurt. Nog 200 te gaan en we zijn er daarna wel in bij Sette Camara. Heet ons niet echt meer ruimte. Zo, de knetters. Tweede sector is slecht van ons, eerste sector is goed. Het blokkeert ons wel, dit is niet goed. P9. En Butler rijdt op P7. Met nog een ronde te gaan. Devon's P7 at the moment. Weber en Butler. Oh, we blokkeren, maar we rijden wel naar Roberto Meri toe. Kijk wat we hier kunnen doen. En daarvoor is dus Butler. Kijk eens, meer snelheid dan Roberto Meri. Aan de buitenkant. Oh, 3 seconden tijd penalty. Nou, dan gebruik ik gewoon de flashback. Nou, nog een keer. Meer snelheid meenemen dan Roberto Meri. Sorry voor de grap. Devon is next. Be careful if you go for the overtake. Oké, nou dat weten we dan. Nou, Roberto Meri komt wel terug. We hebben die aanval afgeslagen, nog een ronde te gaan. Deze wedstrijd erop en nu moet hij dus de volle druk erop zetten bij Devon Butler. Butler ahead. Ja, dat weet ik. De eerste sector is goed. We hebben hier een betere exit dan Devon Butler. DRS open. Maar hij blokkeert wel de binnenkant. Duiken voor een gat. Laat ons leven. Ja. We hebben dus weer Devon Butler dus weer verslagen. Nice move. Good job. Dankjewel. Ja, Lando Norris is de racewinnaar van de wedstrijd. Wij dus als P7 voor Devon Butler, wat heel goed is in het kampioenschap voor de Formule 2. Het was een leuke wedstrijd. Well done, good finish. You stepped up and achieved what we asked. Good job. So another fantastic victory for Carlin today. So, Davide, what did you make of that? Well, it was a bit of a roller coaster, I think. There will be a lot of cheering for today's win. Frankly, I'm amazed that Devon Butler only received a penalty for that collision already. But watching the rival he knocked out actually come back and beat him, that made this whole race worthwhile for me. And there you have it, today's winners. Having raised some of the biggest names in F1 to date, Carlin have once again shown their expertise when it comes to recruiting new talent. No doubt today's winners have a bright future ahead of them. They certainly deserve it after today's performance. After this round of the World Championship, een uitslag. Lando Norris wint dus de wedstrijd. Lucas Giotto als tweede. En Fukushima als derde. 6 punten met constructeur, dus het gaat nu allemaal om de laatste ronde. Nick de Vries als vierde. Dus dat is wel goed.
And now a look at the team standings. We saw a dip in form from the championship leaders today. Their lead has taken a significant blow. Meanwhile, good work from Campos this weekend. Campos gaat wel omhoog, ja. 7 punten verschil met Russian Time. 16 punten verschil met ik dan nog goed met klassement. Dus er kan nog van alles gebeuren in Abu Dhabi. Performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Ik hoop het. Ik denk het wel. We zijn wel happy. Well, that was a great recovery today. Did you think it was all over when you had the collision with Devon? So did you ever think you'd get the place back from Devon? Weet niet. I've seen that you and Lucas have been picking up a lot of points recently. What do you think of your championship chances? Appreciate your time. Okay, doei. I guess there's no other way to put this, but I'm sorry. I'm sorry for ever giving you the common respect that all racers deserve, because you don't deserve it, neither of you do. That was the dirtiest driving I've ever seen. Ridiculous. I thought exactly. I'm taking my line and I get smashed into? I'm fine, by the way, thanks for asking. And then I'm penalized for the privilege. You're unbelievable. You deserved every second of that penalty, maybe more. I mean, aside from trashing the car, did you ever stop to think that maybe someone could get hurt? Yeah. Me? Fine. But winning at any cost is your strategy, not ours. You better watch yourself. Whatever. Doei. Don't let him get in your head. He knows you're a better driver. So, on the track, stay away from him. He will try to force you into contact. That's how he wins, yeah? Let's get ready for the press, people. Thank you, mate. Heb ik wat aan, denk ik. Hoop ik. Nou, de laatste ronde dus. Nou, wij en Butler staan dus gelijk in het klassement. Ik weet niet of dat klopt weer ook, maar oké. Want ik had toen net gezien dat het 16 punten of zo verschil was. Dus ja, ik weet niet wat ze doen. Maar ja, we zien wel wat gaat gebeuren. So here we are in Abu Dhabi. Each and every event in the Formula 2 calendar has led us here to this, the final event of the championship, and one that promises to be a spectacle every bit as exciting as we might have hoped. So the Yas Island circuit offers 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are a few opportunities to pass with long straights and DRS zones in two places, turns 8 and 11. Plenty of close racing then, plenty of speed and plenty of excitement for the fans, no doubt.
Joining me for one last time here this year is Davide Valsecchi. Davide, I'm glad you're here because I think I'm going to need help processing all this. Surely, this is as exciting as it gets. Yeah, you're right, Alex. It's the perfect finale. Two drivers, rivals of season, now going into the final race, tied on points. Both way out in front at the top of the standings. Meaning whichever of these two drivers cross the line first will be crowned champion. I can't wait. Okay, this is it. Last race of the season. All we have to do is finish in the points ahead of Devon, and the next time we see each other, you'll be the F2 world champion. No pressure then. Good luck. Okay, it's good. Nou, de allerlaatste ronde van het Formule 2 kampioenschap met de titel op het spel. De lampen zijn officieel uit en we kunnen beginnen. En nu moeten we... Oh, zo, de knetters. Fukushima heeft al een hele goede start. Vulko naar 9. Die blokkeert ons wel. Dan moeten we nu gewoon zorgen dat we nu naar Devon toe rijden. Terwijl Norris daar even ons gruwelijk opzij peut. We moeten de auto gewoon redden. En zo, als het zo... lijkt van voor, dan wordt het een hele moeilijke wedstrijd. En aan de buitenkant van Norris, oh, maar schiet hij wel door. En Vulko hebben we ons weer achter ons gelaten. Beter extra dan Lando Norris. Het is gewoon P8. En zet de Camara. Dan hebben we ook diep na. We zien hier net niet. Oh, we zijn de auto bijna kwijt zelfs. Hoppa, diep ingeremd. En Weber, ons teammaatje, die moet hier ons wel even een voordeel gaan geven. Elvin kan ons ook even helpen, teammaatje van Weber. Die andere rivaal. Ik weet zijn naam even niet meer, sorry. Ja, Butler, ja. Devon Butler. Overigens zijn de auto weer bijna kwijt. Ja, dat weet ik. Ik probeer ook naartoe te rijden. Warning, ik zie de track limits, oké. Arthur Makelov, snelste race ronde in 59.8. Remmen diep, we raken Butler. Ach ja, we krijgen er geen straf voor. En dit Butler is dus naar P4. En dan moeten wij ervoor zorgen dat wij deze positie vasthouden en dan zijn we gewoon F2 kampioen. Dan hebben we onze eerste wereldtitel al binnen. Giotto naar 2. Volgens mij rijdt Fukushima aan kop. Zie ik dat goed? Brilliant. Nice move. Nee, Makelov. Makelov rijdt aan kop. Giotto naar 2. As things stand, we'll be leading. En wij zijn dus Formule 2 kampioen. Super gedaan. It's been my privilege over the years to witness a number of great sporting events, and here's another to add to that prestigious list. It's the ultimate dream for any racing driver. We have a new Formula 2 World Champion. So another fantastic victory for Russian time. Talk to me, Davide. Was it everything you hoped for? Everything and more. Yet it all. The rival, the tension, the excitement. These two drivers have been locked in fierce competition all season. And to see it comes down to head-to-head battle for the line like this, well, this kind of things doesn't happen very often. Devon put in a good performance throughout the championship, but today the accolade goes to his rival and the new Formula 2 champion.
That result also seals the Formula 2 World Championship title. Congratulations to our winner after an incredible season. And now, Davide Valsecchi, let me ask you, who is your driver of the day? For me, 4 punten verschil, maar dat was close. Wij krijgen ook nog driver of the day van Davide Valsecchi. It was a pleasure to watch. And the title is in the bag for ART after a long and hard season. Wij winnen ook de constructeurskampioenschap, dat is goed. And the glory they'll be taking back home is fully deserved. Meanwhile, Arden's strong weekend allows them to continue their march up the table. And after all that excitement, I think it's time for a ride. Ja, Arden die pakt Charouz. We'll see you when Formula 2 returns. Dan gaan we door. Kijk wat er nu komt. Ik denk eerst een interview. First of all, congratulations. You must be thrilled. Dankjewel. Dankjewel, Claire. Wow, you're the driver's champion. How does it feel? Feels supergoed, supergoed. So that was a thrilling end to the season. How was the race for you? Sorry. Well, we've been hearing rumors of a possible future for you in Formula One. Care to comment? Nou, dat weten we niet. Great. Well, that's everything. Okay, dankjewel. Hij laat wel erg lang. Congratulations, mate. F2 champion. Dankjewel, Lucas. Hey, congratulations. Enjoy it, 'cause it's the last time it'll ever happen. Devin, it's okay to be upset. You came very close. Yeah, we know things would have turned out very differently if I didn't get slapped with that ridiculous penalty. What is it with you and complaining? Look, damn. Somehow you managed to do a lot of things right today. It's great. You needed the win. I didn't. For me, this was always just a stepping stone to F1. Oh, you too. You too. You got your work cut out for you now that I'm gone. See, you're going to have to prove to everyone it was more than just luck that got you here. Sure. Winning one race is luck. Winning the championship is talent. Dat klopt. Next time you use that incredible talent to ram into someone and steal all their points, remember they won't be as forgiving as I am. Well, this has been a lot of fun. I've got to run. Things to sign, important paperwork and all that. I'm sure you understand. Ciao. Hello. So, with this big win, you're going to be getting a lot of interest. All I can say is choose wisely, or else you might end up with someone like Devon as your teammate. Come on, let's go celebrate. Twee maanden later. In een kantoor. Oeh, dat wordt leuk. Dat wordt leuk. Kijk eens aan, we mogen een Formule 1 team kiezen. Oh, dat wordt leuk. We zijn al bij een Ferrari Driver Academy aan de slag gegaan, maar nu mogen we ook een echt Formule 1 team kiezen. Dat wordt leuk. Dat wordt superleuk. High expectation, oké. Okay. Welcome. Come on in. Take a seat.
it's time we had the big conversation about your next move. Your performance at the F2 Championships last year got you a lot of attention from the Formula One teams. Ooh, joke. Some of it more positive than others. I'm not so concerned with who does or doesn't like you. You'll have plenty of time to win the doubters over. But I am concerned with our choices. They're narrowing as we haven't shown commitment to anyone. As your agent, my advice is to make your decision now. We can worry about comfort and finer points further down the line. I need you to review these. You've earned every single one of these proposals. No, team. Take your time. Dat zien we dus volgende keer voor waar ik dus heb gekozen. Nou, dit was dus een video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat even een like achter als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van FN 2019 Career Mode. En podcast 2. Reageer op het beetje kan worden voor jouw sociale kanaal. Links in de beschrijving. Dan zou ik zeggen, fijne dag nog verder. En tot ziens. Tot de volgende keer bij FN 2019 Career Mode. En dan verder in de Formule 1. Een fijne dag nog verder. En tot ziens.